En wat heel goed te zien is, het licht is matig, zie ik wel. Maar hier heb ik een hele tijd naar gezocht. Dat is een gegoten aluminium behuizingje. Hij is 2/3 zo groot als het hele USDX-transceiver. Maar ik heb dit formaat nodig, omdat alleen deze grote de zijkant groot genoeg is, of breed genoeg om een Amphenol connector in te monteren. Mijn antenne heeft een Amphenol connector. Ja, die moet toch voldoende steun hebben om... Ik heb een kunststofbehuizing overwogen, maar dat gaat echt niet. En kleiner gaat ook niet, want dan gaat de structuur eraan. Dus ik moet echt dit hebben. Ik wil hier een, ik weet nog niet precies hoe, een tunertje in maken. In een eenvoudige vorm, die ook de tegencapaciteit kan tunen met name. En een indicatie van de SWR. Nou ja, dat zijn de volgende stappen op weg naar het portabele project, zal ik maar zeggen. Nou, valt me tegen die mobiele telefoon, dat licht is niet best. Dat zou met de Canon-camera beter gaan.